Dat is een oplossing voor het grote milieuprobleem. En die oplossing voor het grote milieuprobleem, die had Leo Nevels, uitvinder, 14 jaar geleden al operationeel in Nederland, in Palgheel. En het is heel simpel, en u hoort dadelijk zijn verhaal. Buiten nucleair afval kan het al het andere afval, gevaarlijk afval en niet gevaarlijk afval, milieuneutraal oplossen en daar nieuwe producten uit krijgen. Dus dat houdt in dat je twee soorten afval hebt, dat is energierijk en energiearm. Energierijk is als je een lucifer aanhoudt, dan begint het te branden. En energiearm is als je een lucifer aanhoudt, gaat het uit. Dus als je verontreinigingsslip hebt, overal de rivieren zijn zwaar verontreinigd. Al die baggerspecie, dat is verontreinigingsslip. Als men er dat uithaalt, en dan kan men op de locatie, ook die technieken zijn er, het zand scheiden, want de helft is ongeveer zand, op een zodanige manier dat dat zand er zuiver uit kan komen zonder dat het proces het milieu vervuilt en kan hergebruikt worden zodat er geen zand gewonnen hoeft te worden. En het sterk verontreinigd deel, dat sterk verontreinigd deel zit wat overblijft, dat is energiearm. Als je nu een goede verhouding van energiearm en energierijk, en energierijk moet je denken aan elektronica schroot, filmmateriaal, bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval. Als je dat in een goede verhouding in een door Leo Nevels ontwikkelde pyrolyse overdoet en je houdt op 6 plaatsen tegelijk daar een vuurtje aan, dan is hij binnen een half uur op een temperatuur van 1200 graden. Waarom 1200 graden en niet hoger? Als het hoger wordt, dan worden die stoffen, kun je niet meer afvangen in het gaswassysteem. Dus hij heeft een gaswassysteem daarboven ontwikkeld, dat de stoffen die naar de lucht gaan, niet naar de lucht gaan, maar worden tegengehouden en weer terug in de oven gaan. En naar de lucht gaat waterdamp. Dus dat is een oplossing die er is. En waarom is dat een oplossing? Doordat hij niet de energie eraf trekt van de oven, maar op hetzelfde energierijke deel blijft diezelfde oven en het materiaal in die oven, die blijft 8 dagen lang branden op de temperatuur van 1200 graden. Zonder energietoevoeging, want zo groot is het energierijke deel gekomen. En doordat het 8 dagen blijft branden op hetzelfde materiaal, vervallen die vergiftige verbindingen tot niet giftig materiaal. Hij heeft dit nagebootst aan de aarde, zoals de vulkanen ook werken in de aarde. Vervolgens kan hij dat niet giftig materiaal in een volgende oven doen en dan op een temperatuur van 2600 graden. De zware metalen die zijn dan vloeibaar en drijven onder. Die kan hij aftappen en dan heeft hij een blok metaal, niet meer giftig. En afhankelijk van het energierijke deel, dus als er veel filmmateriaal is of veel elektronica stroot, dan zit er veel goud en zilver in. Zit er veel goud en zilver in die blok metalen, maar ook andere metalen. Via elektrolyse kan hij daar het zilver uithalen, het goud uithalen, het koper uithalen en kan het als zuiver koper en goud worden verkocht. Dus als je een oven hebt met elektronica schroot, filmmateriaal, met als energierijk deel en je hebt energiearm deel, dat slip waar eerst het zand is uitgehaald, dan levert zo'n oven schrik niet 100.000 euro's op in plaats dat het geld kost. En de gifstoffen worden uitgehaald. Vervolgens het andere deel, dat is obsidiaan. En die obsidiaan, dat is het andere deel waar die zware metalen uit zijn, wat gewoon gebruikt kan worden voor allerlei toepassingen. De laagste toepassing is een kiezel. Nou, dit mag niet. Dit is erkend door het ministerie. En waarom mag dat niet? Omdat de politici zitten verstrengeld in commissariaatfuncties met grote bedrijven. En edelchemie is een gevaar voor die grote bedrijven, want die heeft oplossingen, want dan hoeft er weer minder gewonnen te worden, noem maar op. Nou, en daardoor ontstaat dit probleem en moest edelchemie kapot.
En dan hebben ze gewoon hem verzinsels aangedaan met reuken die ergens anders kan komen. Hebben ze kort geding staan aan deze bedrijf. Moest kapot. Maar die meneer leeft nog en we gaan proberen om die techniek weer naar buiten te krijgen. Want die heeft een oplossing op wereldniveau. En nu hoort u zijn verhaal zelf. In de uitreiking van dit boek Alarmen wordt vergiftigd heeft hij zelf een verhaal gepresenteerd. En dat is een paar jaar geleden en dat gaat hij nu zelf vertellen.